Nadat hij al zingend had verteld dat hij niet meer zou drinken, werd het even stil om hem heen. Maar via vette jus en boerenjongens ging hij zich in agrarische kringen bewegen en kwam zelfs bij onze gastarbeiders terecht. En wie zouden we dan bedoelen? Wel, Alexander Curly. Jezus las in een Turkse krant een advertentie van het beloofde land. Hij nam zijn vrouw, zijn koffer en de trein en schreeuwde dat hij binnenkort zo rijk zou zijn en een Turkse scheik zou zijn. Ach, Jezus kreeg in Amsterdam een kamer samen met nog 14 man. 20 kippen, een geit en een konijn. En schreef zijn Turkse vrouw dat die stel rijk zou zijn. En een Turkse sjeik zou zijn. Refrein. Dag een zoets, dag een geile koek. Dag een enda, assen, dag een geile koek. Dag een zoets, dag een geile koek. Dag een enda, assen, dag een geile koek. Dag een zoets, dag een geile koek. Dag een enda, assen, dag een geile koek. Ach, Jezus, dag en dag, heile goed. Lachen, mensen. Dag en dag, Hassan, dag en dag, heile goed. Hoi, 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 hoi. Ach, Jezus, in het beloofde land. Naast blonde Truus aan de lopende band. Vond het blonde bijzonder fijn en ontzettend rijk. Voor een Turkse sjeik zou zijn, ontzettend sjeik zou zijn. Blijf van eraf. Zij bolle, ja, banden slaak je voor je Turkse raap. Daar vloog het mes voor je amper erg in had. En gaf een naar gevoel onder zijn schouderlat. En dat was dat. Dag de zus, dag en dag, heile goed. Dag en dag, hassen, dag en dag, heile goed. Dag de zus, dag en dag, heile goed. Ach, Jezus, dag en dag, heile goed. Hoi, 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 hoi.